De bijtelling wordt definitief anders. En de Mercedes-Benz GLC moet de GLK doen vergeten. Hallo en welkom bij een ingelaste uitzending van het Autoweek Journaal. Want hoewel de officiële autobrief nog niet bekend is, zijn gisteren al wel de eerste details naar buiten gekomen. Roy, er gaat nogal het een en ander veranderen, hè? En het bijtellingsnieuws is het belangrijkst. Ja, nou, zoals het gisteren gebracht is zeker, want nog niet alle plannen zijn uitgelekt. Dus dat maar afwachten. We weten nog niet wat we nog niet weten, zeg maar. Maar ja, van wat er wel is uitgelekt, is het bijtellingsnieuws het belangrijkst. Gaat inderdaad fors op de schop. En de basis is gewoon, iedereen gaat terug naar 22%. Oké, okay, dus al die trapjes van 4, 7, 14, ja, dat verdwijnt allemaal? Minister De Jager is ooit begonnen, hè, om mensen in de Prius te krijgen, zeg maar, ja, met 14%. En daarna is het helemaal geëxplodeerd naar 7, 14, 15, 20, alle tussenpercentages. Iedereen terug, één standaard percentage, 22%. Met één uitzondering voor zero emission vehicles, die blijven op 4%. Dus dat is elektrische auto's, ja, maar ook waterstof. Dus okay, dat vergeten mensen wel, maar die komen er nu natuurlijk ook aan. Ja, maar dat gaat wel grote gevolgen hebben natuurlijk. Want als je het afgelopen jaar bekijkt met die 7% voor die plug-in hybrides, dat heeft echt grote gevolgen gehad voor die auto's. Ja. Wat gaat daarmee gebeuren voor jouw gevoel? Als dit inderdaad, want het zijn uitgelekte plannen, hè, maar als het zo gebeurt als dit, is het voor de plug-ins over en uit. Want die auto's zijn veel te duur, ja, om normaal te rijden. De enige reden dat ze zo gereden werden was inderdaad die lagere bijtelling. Precies. Maar voor de andere auto's ook interessant, want ook 20%, iedereen, hè, die instapdieseltjes, een Passat 1.6 TDI, een Avensis 1.6 diesel, ja, allemaal net in die 20%. Straks maakt het niet meer uit en dan ga je ook zien dat mensen, denk ik, zeggen van nou weet je wat, voor die paar tientjes in de maand, doe mij maar even 30 per jaar extra en dan komen de 2 liter motoren weer terug. Exact, dus we gaan, als het een beetje mee zit, weer meer kiezen met ons hart. Absoluut, de variatie is meer, omdat die bijtelling voor de bijtelling maakt het toch niet meer uit. Nee. Hey, en de BPM, want er waren allerlei plannen om dat rap af te bouwen, maar daar hebben ze vanaf gezien, hè? Nou, ze maken er een begin mee, zoals nieuw in de gelekte plannen staat. Dus ze beginnen met afbouwen, maar ze zetten het niet door. Ze zeggen, we willen niet te snel doen, want de leasemaatschappij raakt in paniek, want de hele restwaardevloot is dan, hè, dan verliezen ze 10.000 euro's tegen miljoenen euro's zelfs aan een restwaarde. Ja. Maar ze hadden kunnen zeggen, dan maken we een meerjarenplan, ieder jaar 10% eraf of zo. Ja. Maar dat doen ze niet. Ze maken een beginstap en zeggen, voor de jaren daarna, dan mag het volgende kabinet bekijken. Okay. Dus ze gooien het eigenlijk even over de schutting. Ik vind het opvallend dat ze daar dus hun handen niet aan willen branden, inderdaad. Oké. Okay. De plannen zijn nog niet definitief. Nee. Wanneer hebben we het beeld compleet? Nou, de autobrief komt of later vanmiddag of volgende week. Want het moet in elk geval, voordat de regering met de zomervakantie gaat, moet het wel gebeurd zijn. Alleen wanneer, ja, dat is een kop of munt gooien. Nu het gelekt is, lijkt me vanmiddag reëler. Maar de politiek heeft ook andere dingen aan het hoofd. Algemene belastingen zijn heel hot. Ja. Dus misschien schuiven ze het iets verder door. En interessant is natuurlijk, er zijn plannen gelekt. En wat er gelekt is, dat klopt. Nou, precies. Dat klopt. Alleen we weten niet wat we nog niet weten. Nee. Dus je kan ook niet zeggen, goh, dit is wel jammer, want bijvoorbeeld het subsidiefonds ontbreekt, wat de sector graag wil. Maar misschien staat het in de plannen, maar is het niet gelekt. Dus maar dat weten we niet. Jij bent daar goed in ingevoerd. Wat zijn jouw verwachtingen op dat vlak? Dat subsidiefonds vind ik heel lastig, want dan ga je geld geven aan de burger. Daar is de overheid wat huiverig voor. Ja. Dus dat verbaast me wel iets. Verder kan het zijn dat sommige nuances over belastingen net even verkeerd komen te liggen. Omdat algemene media soms de autobelastingen niet goed begrijpen, omdat het zo'n complexe materie is. Mm-hmm. Dus de vraag is, punt 1, komt er nog belangrijk nieuws dat we nog niet weten? En punt 2, de plannen zoals nu gelekt zijn, kloppen die 100% of liggen sommige nuances net anders? Juist. Wat ik wel zeker weet is dat die bijtelling, want daar focus men op, daar kan je op rekenen, vanaf 2017 iedereen 22%, behalve zero emission. Heel goed. Nou, tot zover deze eerste duiding van Roy. Dankjewel, man. We houden het in de gaten. Nu we toch bezig zijn, pakken we ook nog even een autonieuwtje mee. Want Alexander, afgelopen week heeft Mercedes-Benz de GLC onthuld, de opvolger van de GLK. Nou vond ik de GLK altijd een hele gave auto, maar het was geen succes. Gaat het de GLC wel lukken wat jou betreft? Je hebt het inderdaad een spijker op zijn kop. De GLK was een best wel een markante verschijning. Ja. Maar de mensen die een auto daadwerkelijk moesten kopen, die zagen het eigenlijk niet zo zitten. Nee. En dus heeft Mercedes het over een andere boeg gegooid met de GLC. Het is allemaal wat ronder, niet zo'n hoekig ding. Eigenlijk gewoon letterlijk een opgehoogde CST, hè? Ja, zo kun je het inderdaad wel een beetje zien. Het is niet echt zoals een GLA, die is echt een beetje wat lager. Het is wel meer een SUV-achtig, ja, en ook best wel treinwaardig. Daar is Mercedes ook trots op. Maar ze hebben zich vooral ook bijvoorbeeld op interieurruimte gericht. Ja. De GLC is stukken ruimer dan de GLK. Daar viel inderdaad winst te halen. Ja, en dat is natuurlijk belangrijk. En hij is een beetje gegroeid, ongeveer de dimensies van de X3 heeft hij nu. Ja. En het is meer een auto die in de pas loopt met de concurrentie als dus de Q5 en die X3. En Mercedes wil op die manier meer mensen aanspreken. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Juist. En qua motorenaanbod waarschijnlijk gewoon hetzelfde als in de C-klasse? Ze beginnen met 4 cilinders vooral en dan ook nog een GLC 350. Ja. En er komt ook nog een GLC 350e plug-in hybride. Okay. En die heeft de aandrijflijn uiteraard uit de C-klasse, ja, 350e. Precies. Alleen de CO2-uitstoot is 59 gram per kilometer. Dus dat is een minder gunstig bijtellingstarief dan de C-klasse met die aandrijflijn. Dus dat is jammer. Oké, nou, we hebben sowieso net gehoord natuurlijk dat die verschillen sowieso niet heel veel meer gaan uithalen voor die auto's in Nederland de komende tijd. Wanneer gaan we de auto zien op de Nederlandse wegen?
Best wel snel eigenlijk, want het showdebuut dat is op de IAA dan, wanneer iedereen hem kan zien. Maar rond die tijd staat hij ook al bij de dealers, dus je hoeft eigenlijk niet eens meer naar Frankfurt om die auto te zien. Dus, okay. Ja, in het najaar dan gaat hij al rondrijden in Nederland. Nou, dan ben ik in ieder geval benieuwd wat de prijzen van tweedehands GLK's gaan doen einde dit jaar, want eerlijk gezegd ben ik wel benieuwd naar zo'n auto. Dankjewel Alexander. Tot zover de ingelaste uitzending van dit Autoweek Journaal. Zodra er meer nieuws is over die autobelastingen, dan hoor je dat natuurlijk zo snel mogelijk bij ons. Bedankt voor het kijken en een goed weekend.